hago la 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 la. Yo gasten en welkom terug bij een nieuwe FIFA 16 Arsenal Career Mode. We gaan verder. We hebben een transferaanbieding. Oeh, 19 miljoen, dat is die waard. Stoke City biedt 19. Dit gaat sowieso niet door. Oh, doe. Die blijven ons aan. Hoe heet dat? Welbeck blijft ook bij ons. Anders komen we spitsen tekort. Dat is niet de bedoeling. Plus Welbeck traint lekker. En we gaan verder. Volgende wedstrijd is er te zien tegen Newcastle United. En ik denk als ik deze aflevering ook gewoon geen normaal resultaat kan halen, dat ik hem gewoon even een moeilijkheidsgraadje naar beneden tik. Maar daar ben ik nog niet helemaal over uit. 33 miljoen voor Ramsey, dat is veel geld. Maar dat doen we niet. Ik wil het team niet te veel veranderen nu. We zijn net begonnen met deze career mode. Ik vind het team prima zoals het is. Nog verder, weet je wat, die mailbox leeg ik wel een keer buiten opnames om. Wij gaan spelen tegen Newcastle United. En dan gaan we richting transfer deadline. En dan gaan we kijken wat daar gebeurt. In ieder geval, let's go. Daar gaan we. Newcastle United uit. Wordt lastig. Maar we gaan ons best doen. Oké, hier gaan we op de vleugel met Sanchez. We gaan hem voorgeven. Krul werkt de bal weg. We koppen hier. Ramsey. Gibbs, je hebt vaker vanaf hier geschoten. Eén keer raakt toevallig. We hebben nog steeds balbezit. Hier is Benzema. Oh, drukke verdediging. Gaat terug naar Ramsey inderdaad. Schieten. Krul met de bal. Hier is Ramsey. Alle ruimte. Schot. Krul met de redding. It's a corner for Arsenal here. Özil gaat de corner nemen. Dat wordt voor Krul, ja. Je zag hem al aankomen. Oh, we hebben een vrije trap op een mooie plek. Walcott ligt er. Nee, hij staat alweer op. Niks aan de hand. Özil, we gaan het met jou inderdaad gewoon nemen. Waarom ook niet? En oh, de lat! Damn, wat een pech. Kop Cech, goed. Een schot. Cech met de redding. Newcastle nu met een corner. Het is nu dus Newcastle dat kans gaat creëren. Corner komt. Dat is makkelijk weggewerkt. Benzema naar Ramsey. Zoveel verdedigers weer. Wilshere. Naar Benzema. Kom op. Oh, naast. Ik kan tot nu toe gewoon niet scoren in FIFA. Oh, dat was een tackle vol op het been. Oh, maar ze halen er wel een kans uit. Schot geblokt. Corner nou voor Newcastle. Kop Cech. Lekker, jongen. Oh, dit ziet er goed uit. Nou dan, een goal. Hè, hè? Wilshere. Het is geen overtuigend doelpunt of zo. De keeper kwam er nog aan. Maar we hebben hem. Wilshere tikt ons naar de 0-1 voorsprong. Lang geleden dat ik er eens een voorsprong heb gehad, geloof ik. Nou, we hopen dat we hem ook vast kunnen houden. En kunnen winnen. Wilshere met de 0-1. Vrije trap hier voor Newcastle. Bal gaat de 16 in. Maar we koppen weg. En er is iets gebeurd. We hebben een vrije trap, dus het maakt niet uit. Ik heb niet echt veel ruimte hier. Gaan hem pasen. Bellerin. Ramsey. Pas hem direct door. Wilshere. Nog een keer. Özil. Ja. Oh. Rebound. Hey. Kijk. Laten we een keer naar de camera. Oh, ik wou naar de camera. Maar hij gaat naar de corner. Prima. Ook goed, joh. Wilshere met zijn tweede deze wedstrijd. Goeie wedstrijd voor hem. Özil hier ook met een goed schot. Die had Krul nog, maar Wilshere tikte hem er vervolgens simpel in. 2-0. Oh. Voorzet geblokt. Newcastle nu met een corner. Hopelijk gaat Cech gewoon weer zijn ding doen en bokst hij de bal weg. Dit wordt wel voor Cech, ja. Oh, of niet. We hebben hem gewoon zelf ook prima weggewerkt.
Hier is Bellerin. Ik weet niet wat Bellerin hier doet als verdediger. Haal maar gewoon uit. Krul met de redding. Hier is Walcott. Walcott netjes. Recht in de handen van Krul. Dat is dan jammer. Balletje richting Walcott. Mooi balletje ook. Walcott. Oh, gaat neer. Ja. Oh, het is zelfs een penalty. Walcott wint een penalty voor ons. En wow, die eigenlijk dan wel met Benzema gaan nemen. Maar Benzema gaat gewisseld worden. Dus Welbeck gaat waarschijnlijk een doelpuntje pakken. Özil gaat er ook uit. Cazorla komt er voor hem in. Welbeck voor Benzema. En Chamberlain voor Walcott. En staat hier Alexis Sanchez ook goed. Mag het van mij ook gaan nemen. Sanchez. We gaan naar de linkerhoek. Krul zat wel goed. In principe de goede richting. Alleen hij ging naar onder en wij schoten naar boven. Sanchez brengt ons naar 0-3 en we gaan eindelijk weer eens winnen. Dat is lang geleden. Heerlijk. Gewoon dan weer zijn overwinning te pakken. 0-3. Oh, Tsjech. Goed. Weg die bal. Het is buitenspel. Dus niks aan de hand. En de scheids fluit af. Met een 3-0 uitslag winnen we. 0-3 moet ik dan eigenlijk zeggen. Goeie wedstrijd. Eindelijk weer zo'n overwinning. Hè. Dat is mijn opluchting, jongens. Na al die slechte resultaten bij Ajax en Arsenal win ik hier weer eens een keertje. Is het wel weer meteen dik 3-0. Maar goed, winnen is winnen. Dus ik moet niet klagen. Nou. Gaan we naar de transfer deadline. Wat hebben wij van bericht en aanbieding? Op Flamini. Mathieu Flamini. Hij is 31, maar ik hou hem gewoon. Ik wil mijn team even behouden zoals het nu is. Ga niks verder kopen of verkopen. Het is mooi zo. Het is prima zo. We hebben een breed team. En ik vind het welletjes. We krijgen hier nog meer aanbiedingen. Rosicky. Dit zou enigszins nog misschien kunnen. Vormmatig, hij is tevreden. Ik hou hem gewoon nog eventjes. We houden hem nog eventjes. Waarom ook niet? Nou. Gaan we weer verder. We krijgen zo te zien allemaal aanbiedingen binnen. Komt de volgende. Varane, oh. Het is goed, dan is hij benaderd. Dat mag. Ik ben nou niet bezig met Varane. We hebben een verdediger toen gekocht. Dus we hebben hem niet meer nodig. We hebben hier... een aanbieding op Ramsey. 35,5 miljoen. Maar dat gaat niet gebeuren. Hij is gelukkig en in een goede vorm bij ons. Geen reden om hem weg te doen. En het blijft maar binnenstromen. De aanbiedingen blijven komen. Weer op Flamini. Een clubje dat ik niet eens ken. Maar nee, we houden hem. Zo. En dan gaan we weer door. Kijken of we nog wat binnenkrijgen. Lijkt het misschien niet op. Misschien nog in de laatste uurtjes dan nog. We gaan nu de laatste twee in. En... nee. Prima. Wel vier berichten. Het jeugdteam. Oh, en die gasten hebben potentieel. Laten we hem een contract aanbieden. 2 jaar. 500. We doen gewoon toekomstige speler. Het is voor de toekomst, dus dat is een rol die bij hem past. Met dit van Engeland. De scout is terug. Oh ja, maar daar zijn we weer bezig. We weten het, we weten het. Dat is een mooie. Nou, oh. Trouwens, stop met simuleren. We gaan trainen. Vorige sessie laden. Oh, en ik moet nieuwe spelers erbij invoegen. Vanwege dat dus. Aha. Vanwege spelers die weggaan. We gaan Campbell wel trainen. Heb ik Campbell niet al daar staan trouwens? Nee. Laten we eens even kijken wat er nog meer is. Kokkelen kan ik trainen. Stones. Stones gaan we trainen. Sowieso. Even kijken wat we gaan doen met hem. El Rondo. Maakt eigenlijk niet uit.
is voor allebei hetzelfde. Ze doen 1 tegen 2 voor hem. En de laatste gaat naar... Chambers zou kunnen. Coquelin. Of Campbell. Campbell zou ook kunnen. En dan ga ik voor... Voor nu voor Campbell, denk ik. Waarom ook niet? Hup. We doen... Eens even zien wat we voor hem gaan doen. Zijn passing mag sowieso wel wat beter zo te zien. Huppakee. En dan gaan we alles simuleren. En dan is deze video eigenlijk ten einde. Want meer ga ik niet doen. We hebben de deadline gehad. Volgende video gaan we verder in de competitie. Hopelijk kunnen we de overwinning vasthouden. Dat we blijven winnen. Even hier kijken, een speler geblesseerd. Dat is wel jammer. En kijk. Ik zal je laten zien dat ik thuis hoor. Een plek in de basis verdien. Oké. We hebben een jeugdspeler erbij. Dat is ook altijd mooi. Ik bedank jullie hierbij voor het kijken. Vond je het leuk? Laat dan een like achter. Of laat een like achter voor de steun. Ik zou ook zeggen, deel deze video voor de support. Het kan mij enorm helpen. Ik bedank jullie voor het kijken. En voor de support. En ik check jullie graag bij de volgende video. Laters.